Welkom bij een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. We hebben deze week een bonte verzameling voor je. We gaan verticaal met een mooie gevelvergroening. We gaan op zoek naar de herfst. We hebben een mooie groene binnenplaats en nog veel meer. Maar we beginnen met ons interview met Dirk Roosendaal. Hij gaat verticale geveltuinen aanleggen in de Zeeheldenbuurt. En we gingen met hem op pad om met de bewoners te praten die zich daarvoor hebben opgegeven. Om te kijken hoe de situatie nu is. En wat er allemaal aan gedaan moet worden. En we vragen aan hem, hoe zit dat nou met die verticale tuinen? Vertel daar eens wat meer over. Hoi Dirk, fijn dat je vandaag met ons wilt praten over verticaal groen. Ik zie al dat je voor een heel mooi groen wandje zit. Is dat ook iets wat mensen aan hun gevel kunnen laten maken? Nee, dit is een moswand en die heb ik in de zaak gemaakt. En dat is meer een hobby van me, die ik af en toe uitvoer. Nou, het ziet er hartstikke mooi uit. Ja. Leuk. Hey, we zijn in de Zeeheldenbuurt geweest kort geleden. Want er zijn een aantal mensen die zich ingeschreven hebben voor een verticale tuin. En jij gaat dat allemaal uitvoeren. Kan je eens vertellen voor de mensen die nog niet bekend zijn met verticaal groen. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Nou, je hebt natuurlijk wel verschillende soorten, manieren, systemen van verticaal groen. Ook zeg maar, met een soort van plantenbakjes aan de muur. Maar waar wij ons op richten, dat is zeg maar green steel groene systemen, gevelsystemen. Wij spannen draden langs de gevel, ja. Met één afstand, zeg maar centimeter of 10, 15. En daar laten we klimplanten in groeien. Okay. En die... En dan wel de sterkste soort, zeg maar. En ja, die klimmen zelf naar boven toe en doen hun ding, zeg maar. Ja, dus dan gebruik je eigenlijk vooral klimplanten die zich niet zelf hechten aan de muur. Maar echt klimplanten die een steuntje nodig hebben, zeg maar. Ja, die zeg maar of hechtwortels, dus geen hechtwortels hebben. Maar die dus inderdaad omheen wikkelen. Zo, ja, die ken je vast wel. De wisteria, de blauwe regen. Ja. Dat is echt een topper, is dat. Die zie je ook bijvoorbeeld op de Oude Herengracht. Bij het Blekerspark, daar zie je hem echt enorm gegroeid. Ja. Dus dat doen we vaker in Leiden. Wat ook wel een goede is de klimhortensia voor de schaduwplekken. Oh ja. Want dat komt ook wel eens voor. En de groenblijvende Lonitsera. Dat is echt een pracht ook. Die hebben we al één keer in de Zeeheldenbuurt geplant. Dat is echt een pracht, is dat. Ja, want in de Zeeheldenbuurt staat al een hele mooie groene gevel, inderdaad. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die er nu een krijgen al helemaal geïnspireerd waren en er zin in hadden. Want ja, dat is toch een mooie wortel die voor hun neus is gehangen, zeg maar zo. Ja. Hoe lang ben je daar nou mee bezig om zo'n groene wand te installeren? Nou, laten we zeggen een dag per wand, zeg maar. We zullen ook nog een geveltuintje moeten maken natuurlijk. Dus we moeten ook zorgen dat de plantplek, waar de plant dus gaat groeien, moeten we echt gaan voorbereiden dat er een goede grond is, een goede vochtvasthoudende grond is, dat die zich goed kan doorwortelen. Dus dat moeten we voorbereiden, stenen eruit. Nou, dat kun je natuurlijk misschien nog meegeven aan, hoe heet het ook weer? Ja, het NK tegelwippen, ja, hartstikke fijn. Juist, dus die gaan we ook tellen natuurlijk. Ja. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de werkzaamheden. Eerst de onderkant voorbereiden en dan de muren bevestiging maken. Ja, en de planten die geplant worden, die zijn natuurlijk niet meteen 3-4 meter hoog. Hoe lang moeten de eigenaren daarna op wachten voordat je kan zeggen van zo, kijk, die planten zitten echt tot aan mijn dak? Ja. Nou, kijk, het voordeel bij wijze van spreken hier is, de wisteria die kunnen we wel op 1,5 meter, 2 meter hoogte kopen. Hè? Ja, oké. Okay. Dat scheelt. De andere planten allemaal niet. De wisteria is echt een uitzondering in. De gevels zijn 4, 5, 6 meter hoog. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat ze binnen 2 jaar wel naar boven zijn. Dat heb je ook wel gezien eigenlijk in de Zeeheldenbuurt. Of bij de Tromstraat. Dat is gewoon best wel snel gegaan. Ja. Waarbij ook weer de wisteria, als die aanslaat, dan is het echt een topper. Dan is je binnen no time is je boven. Ja, dat is leuk. Dus dan heb je er ook wel meteen, zie je waar je het voor hebt gedaan, zeg maar. Ja.
Hey, en wat zijn nou de voordelen van een verticale tuin? Waar is het goed voor, om maar zo te zeggen? Ja, nou kijk, de meeste mensen weten het natuurlijk wel, hè, dat groen, dat wordt als fijn ervaren. Er worden mensen rustig van. Dus dat is sowieso lekker voor de buurt. Goed, het is natuurlijk goed voor de flora en fauna, dus voor de beesten is het ook goed. De bijtjes, de vogeltjes, ze kunnen ook bescherming vinden. De vlinders, dus voor de biodiversiteit is het goed. Die geveltuin is natuurlijk ook goed, omdat daar zeg maar, al het gevel, regen, water wordt afgevangen. Want ja, nu stroomt natuurlijk te veel water. Gewoon hup, via de straat het riool in. Ja. Dus daar vang je weer wat water mee af. Wat ook een bijkomend voordeel is, is de geluidsabsorptie. Dus je hebt minder geluidshinder. Ja. Heb ik nog meer dingen? Nou, dat was het denk ik een beetje. Er zijn wel meer voordelen hoor. Het is wel in ieder geval zo dat, omdat het geen hegwortels heeft, het brengt geen schade aan de muur of geen vervuiling aan de muur nee, mee. Dat is ook goed om te weten. Dat is wel fijn natuurlijk. En natuurlijk ook de gevels kunnen verwarmd worden door de zon. Ja. Ja, en dat geeft dan echt zomers een bepaalde hittestress, geeft dat. De muur maar blijft doorwarmen. En omdat de planten voorstaat, de schaduw, heb je minder last van de hitte. Zowel in de stad zelf als in de woning. Ja. Ja, dat heeft echt zoveel voordelen. En ik vind het zelf echt een hele mooie manier om midden in een stad, een hele versteende omgeving, toch dan een plekje te benutten waar je normaal eigenlijk geen groen verwacht. En dan toch op die manier kan je eigenlijk best wel heel erg veel groen brengen in een stad. Ja. En ook het voordeel is inderdaad, er staan in de Zeeheldenbuurt her en der wel wat bomen of boompjes. Ja, het zijn toch smalle straatjes, er worden auto's geparkeerd. En dan nog een keer alle kabels en leidingen die door de straat heen moeten. Ja, dat beperkt zo enorm de mogelijkheden, maar ook de groei van de bomen. Ja. Dat dit wel een hele fijne oplossing is. Ja, het is echt fantastisch. Nou, ik heb er heel erg veel zin in. Wanneer mag dit allemaal gaan gebeuren? Ik heb toegezegd, ik dacht begin september ergens. Okay. Medio september. Dus in september hoop ik het wel allemaal afgerond te hebben. Okay. Nou, spannend. Wij gaan graag met de camera met je mee als het zover is. Ja. En voor nu kijken we uit naar de volgende stap in de groene wanden in de Zeeheldenbuurt. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Ja. Top. Oké, dan zien we je snel weer. Okay. Yes. Joe, hoi. Bye. Nou, het is nog een heel klein beetje zomer, maar Robert gaat alvast op zoek naar de herfst. En dat doet hij met de plant met de bijzondere naam, de herfstanemoon. Hij vindt ze in de hortus en vertelt ons er meer over. Zo, ik zit hier in een hoekje van de hortus, vlakbij de Varentuin. En hier een beetje in de halfschaduw groeit een mooie struik met mooie roze bloemen. En dit is een herfstanemoon. En herfstanemoon zo geheet omdat die in de herfst bloeit. En die komt niet uit het niets. Die heeft een interessante voorgeschiedenis, die herfstanemoon. U moet nagaan dat deze plant, die komt van oorsprong uit Azië. Komt van nature, komt die voor van aan de Himalaya helemaal tot aan Zuidoost-Azië. En in China wordt die al heel erg lang gekweekt. Wordt eraan veredeld, wordt die gekruist, worden er mooie vormen gemaakt. En dat doen ze al meer dan 1000 jaar. Dat doen ze al sinds de 7e eeuw, moet u nagaan. En het is een paar honderd jaar geleden, een paar eeuwen geleden, dat er een kweekvariant werd gemaakt en die ging het wild in. Die ontsnapte uit de tuinen, een dubbelbladerige variant, net zoals deze, met dubbele rijen bloemblaadjes. En die ontsnapte het wild in, die ging heel China door, kwam uiteindelijk ook terecht in Korea en Japan. En in Japan werd die beschreven door westerse wetenschappers, volgens dat systeem dat wij kennen, dat binomiale systeem van Linnaeus, en werd die genoemd Anemone japonica. En de Anemone japonica, dan zou je zeggen van, oh, is dat die dan? Maar dat is hem niet, want die is bij ons niet winterhard. Je ziet hem wel eens, maar meestal zijn dat nog steeds kruisingen om ze winterhard te maken. Nee, deze plant, de herfstanemoon, is ook weer een kruising. En het is een kruising tussen de anemone japonica en de anemone vitifolia. Vitifolia, dat betekent druivenblad en dat verwijst naar het blad. Dat doet denken aan het blad van een druif. En die kruising tussen die twee planten, die is hier winterhard.
En dat is waarom we hem hier heel vaak zien. Het is niet altijd precies dezelfde plant. Sterker nog, er zijn ontzettend veel kweekvarianten. Dit is er maar eentje, die dubbelbladige. En ze noemen hem dan Anemone hybrida. Alhoewel wij de planten in de wetenschap eigenlijk geen anemone meer noemen. We noemen ze Eriocapitella. Maar als u naar de bloemenwinkel gaat, vraagt u gewoon naar herfstanemone. Waar u vooral aan moet denken als u zo'n plant nou in de tuin zou willen, dat is, er zijn twee hoofdvarianten. Dat is wit en roze. En daarbinnen is dan heel veel variatie mogelijk. Want we hebben hier dus de dubbelbloemige. En die heeft dus twee rijen met bloemblaadjes. Maar je hebt ook enkelbloemige met een enkele rij bloemblaadjes. Je hebt half dubbelbloemige, dus die hebben een kleinere rij bloemblaadjes boven de grotere rij bloemblaadjes zitten. En je hebt ze dus in het wit en het roze. Er zijn heel veel verschillende kweekvarianten. Ook de plant kan verschillende afmetingen aannemen. Maar meestal is het toch wel zo'n plant die nou bijna een meter hoog wordt. Dat blad dat blijft wat lager zitten en er bovenuit op lange stengels komen dan die mooie bloemen. Hele goede bloemen voor de bijtjes. En ook heel erg leuk om door elkaar te zetten, de verschillende varianten. En u kunt hem nu goed kopen. Want nu in september, oktober, dat is een beetje het moment om die herfstanemone te kopen. Zet ze in de tuin, dan heeft u gelijk het plezier van die mooie bloemen. En hij staat graag in de zon of in de halfschaduw. Te veel schaduw vindt hij echt niet lekker. Hij houdt van water, wil niet te droog staan. Dus een goede, een beetje half doorlatende grond waar het water in blijft zitten, maar waar hij niet met zijn voetjes in het water staat. En zelfs zanderige grond vindt hij prima. Dus hier bij u in de tuin gaat hij het prima doen als hij een beetje zon krijgt. En dan heb je dus in de herfst, dat is het leuke, want ik kijk om me heen. Ik zie alleen maar groen nu nog en dat wordt allemaal bruin en geel. Maar in de herfst gaat deze dus bloeien. En als ze dan gelukkig zijn in uw tuin, dan gaan ze zich ook verspreiden. Dan gaan ze ook verschijnen in andere delen van uw tuin. En ik zou zeggen, lekker laten staan. Nou, dat was de herfstanemoon. En we nemen nu een kijkje in een heel bijzonder klein binnentuintje in Hagewijk Noord. Leiden kent heel veel mini-tuintjes. Je hebt niet altijd een mooie grote achtertuin. Als je op zoek bent naar een huis, is het vaak maar een heel klein plaatsje. En wat kan je daar nou mee? Melina laat het ons zien. Hoi Melina. Hi. We staan bij jou in een soort van kleine stadsoase, kan ik wel zeggen. Kan je mij vertellen, hoe was dit toen je jullie huis kocht? Want jullie wonen er nog niet zo heel erg lang. Klopt. Nee, we zijn half december zijn we hier komen wonen en eigenlijk was er gewoon helemaal niets. Was gewoon helemaal een leeg plaatsje. Ja, stenen en een houten schutting. En ik ben nogal een liefhebber van tuinieren en ik had zoiets van, ja, daar kan ik gewoon helemaal niets mee. Nee. Dus ik zei heel snel tegen mijn man van, nou weet je, ik wil gewoon een stadsoase, dus een beetje Pinterest gekeken. En ik heb al best wel veel tuinen aangelegd, dus ik dacht, nou, dat moet gewoon goed gaan. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment iets tegen waar je kant-en-klaar hagen kunt kopen met klimop. Okay. En nou, naar de buren gegaan, die vonden het een goed idee om het wat te vergroenen. Dus dat is schuttings vervangen door dit soort hagen. Ja. En vervolgens heb ik een border aangelegd met schaduw- en halfschaduw planten. En ja, eigenlijk werkt dit perfect. De bedoeling is ook om een beetje gewoon verticaal te gaan. Dus de muren die moeten begroeien. En nou, zoals je hier ziet, een clematis, die gaat die kant op. De klimhortensia, die gaat naar elkaar toe groeien. Ik heb hier een, je ziet het nou net niet achter de deur, maar een soort van steenstapel waar campanula uitgroeit. En ja, dat vind ik echt een geweldige uitvinding. Dat gewoon een stapel stenen en dan heb je dat afgewisseld met wat baksteen, zodat je ruimte houdt. Ja. En dan heb je daar de potjes campanula in gedaan. Klopt, hè? Ja, die zitten er gewoon ingepropt. Maar dat gaat als een soort van paarse waaier, gaat dat op een gegeven moment gewoon hangen. Ja, dat wordt echt een groene zeil. Klopt. Dat. Prachtig. Ja, en weet je, het is ook al is het heel klein, omdat het ook, er staan ook bloeiende planten. En ik bedoel, die hosta's die geven natuurlijk roze bloemen en de ooievaarsbekken die hebben al gebloeid. En ja, je krijgt dan toch ook steeds variatie in zo'n heel klein stukje tuin. En we hebben zelfs een hangmat. Dus, heerlijk. Ja, ja. Nee, ik ben er echt heel blij mee. Het is heel goed uitgepakt. Ik vind het echt een enorme transformatie. Het is gewoon bijna niet voor te stellen dat dit dan een half jaar geleden nog alleen maar kaal was. Ja. En dan ook echt, ik denk ook voor mensen die op zoek zijn naar een huis in Leiden. Nou ja, de huizenmarkt is natuurlijk moeilijk. Mm-hmm. Maar om je dan niet te laten ontmoedigen als je een groen tuintje wil en als er dan alleen een plaatsje is, dat je daar dus echt gewoon heel veel mee kan. Klopt. Het is gewoon een kwestie van inderdaad even inlezen en gewoon beginnen. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, want je kunt gewoon met Google en zo makkelijk kijken van wat is mijn lichtval en wat heb ik nodig aan planten. En ja, nou,
En je, het geeft gewoon heel veel meerwaarde. Ja, vind nee, ik. Het is echt fantastisch. Ik vind het echt een soort van verborgen schat waar je ineens binnen loopt. Heel mooi. Ja, het is heel leuk. We zitten er ook heel graag. Dat het snap is gewoon ik. Heel lekker 's avonds. Nou, bedankt voor dit inkijkje in deze geheime tuin. Alsjeblieft. We hebben in Leiden verschillende bijenlinten. En een bijenlint kan lopen door een hele woonwijk bijvoorbeeld. Maar het Zoete Land, waar we al eerder waren, heeft ook een eigen bijenlint. En Robert wil daar meer van weten. Lieve kijkers, welkom in het Zoete Land, waar ik word verwelkomd door Jessica. Dankjewel. En we staan hier in het bijenlint, is de term volgens mij. Wat is het bijenlint? Het bijenlint is de plek met bloemen en planten voor bijen. En andere insecten natuurlijk. We hebben het specifiek aangeduid als bijenlint, omdat we natuurlijk heel veel bloemen plukken ook hier. De oogstdeelnemers hier op het Zoete Land plukken wekelijks een boeket bloemen. Maar hier mogen ze niet plukken. Hier laten we alles met rust en ook gewoon als rustplek en voedselplek voor de bijen. Is het hier allemaal bewust ingeplant, wat hier staat? Ja, dit bijenlint is in 2015 ingeplant. Dat was een actie, ik weet niet meer van welke organisatie, maar in ieder geval was een actie om, om vanuit het centrum van de stad eigenlijk een soort ecologische verbindingsroute aan te leggen naar richting Kroonstein. En alle adressen die daar langs liggen, zeg maar, die konden dan planten krijgen om om in een tuin te planten. En wij hebben zeg maar het Zoete Land aangemeld als plek waar ook een bijenlint kon komen, of een stukje van het bijenlint. En zodoende hebben we het al die jaren in stand gehouden en ook nieuwe soorten erbij aangeplant, zoals de kaardebol. En er zijn ook planten die hier spontaan beginnen te groeien en bloeien en die laten we dan ook zoveel mogelijk staan. Ja, die kaardebol zit helemaal onder de hommels nu. We hebben deze winter 30 perenbomen geplant op het Zoete Land. Het zijn eigenlijk geen boompjes, want we mogen geen bomen planten hier. Maar het zijn laagstamboompjes, dus het valt officieel onder struik. En deze hebben we gered van de verslipperaar, want door corona kon de verhandelaar of de handelaar in perenbomen, die kon ze niet kwijt. En dus hebben we deze bomen hier, of een deel van die bomen hier geplant. En we hadden eigenlijk geen plek meer, maar zo als afwisseling in het bijenlint kon het nog wel. Dus ik verwacht dat hij het wel gaat doen. En als mensen nou een goede, van hun tuin een bijentuin willen maken. Niet iedereen heeft natuurlijk de ruimte voor zo'n bijenlint als hier. Maar waar zouden ze dan goed kunnen beginnen, volgens jou? Noem eens een plant. Nou ja, die Echinacea, de rode zonnehoed, is een hele goede vaste plant. Die ook een hele stevige plant is. Dus zij is ook heel goed te telen. En er komen gewoon heel veel bijen op af. Dus En er zijn nog veel meer planten, hè. Maar zoals ik hier nu even in één... Je moet ergens beginnen, klopt. Jessica, heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Robert gaat deze week met Dillis op bezoek bij Barbara de Licht in de Zeeheldenbuurt. Zij gaan kijken hoe ze van haar tegeltuin een mooi paradijsje kunnen maken. Zo, ik sta hier op de hoek van de Oosterstraat en de Trompstraat samen met Barbara. Barbara, dankjewel dat we hier ontvangen worden. Want hier achter ons, daar staat jouw huis en daar ligt een deel van jouw tuin. Ja. Je hebt een tuin in stukjes. Yes. Je hebt daar een stuk tuin, die is ingericht en beplant. Ja. Met een mooi kruidentuintje dat het prima doet. Hierachter ligt deel 2. Yes. En wanneer ben je hier komen wonen? Begin 2016. Begin 2016. En toen kreeg je deze twee stukjes tuin erbij. Ja. En hoe zag dat er toen uit? De achterkant was alleen maar tegels. En hier was een jungle met... twee hoge bomen, allemaal struiken en een hele hoop afval erin van voorbijgangers. En toen hebben we alleen nog maar de achtertuin aangepakt en niet de zijtuin. Ik weet zeker dat je met Dillis tot een prachtplan kan komen. Ik heb er vertrouwen in. Nou, leuk dat ik hier zo mag zijn om jou te helpen met je tuintje. Kan je mij wat meer vertellen over de plek? Alleen in de ochtend is er zon. Ja, alleen in de ochtendzon. Ja. Ja, dus dan gaan we eigenlijk uit van meer schaduwplanten. Ja, er is meer schaduw en vooral in het najaar dan wordt die echt weer donkerder. Ja.
Ja, dus een schaduwtuin. Hey, en wat voor planten hou je? Ik vind verschillende soorten blad wel leuk. Oh, dat en is ook mooi. Planten die wintergroen. Oh ja, mooi. In het wintergroen blijven. Ja, dat is fijn, want dat komt goed uit. Omdat inderdaad schaduwplanten, dan ga je eigenlijk meer naar de blad. Hoe minder zon ze krijgen, hoe meer eigenlijk blad ze hebben. Dus ja. Dan is het eigenlijk heel leuk om te gaan werken met verschillende bladstructuren. Dus je hebt bijvoorbeeld rondblad. Of je hebt bijvoorbeeld siergras. Dus dat is dan meer met sprieten. Of je hebt het blad wat meer met lijkt op vingers. En dan zo geeft dat eigenlijk het contrast. En dat maakt dan de borden spannend in plaats van de bloemen. Nou, je hebt even hartstikke leuk idee en ik vind het altijd hartstikke leuk om eigenlijk zoveel mogelijk tegels te verwijderen uit een tuin. En dan alleen maar een paar tegels te behouden om daar dan zo mooi een paadje van te maken. En aan de hand van jouw wensen heb ik eigenlijk gekeken naar heel veel schaduwplanten waar er veel van ook wintergroen blijven. En dan heb je ook nog eens verschillende bladvormen, dus dat wordt uiteindelijk heel leuk. Ik zal gewoon eigenlijk even de namen met je doornemen. Ja. Ik dacht eigenlijk naast de appelboom aan de vingerplant, een Fatsia japonica heet die ook wel in het Latijn. Die is wintergroen, heeft dus een mooi vingerachtig blad. Kan uiteindelijk wel 2 meter worden, maar die kan je makkelijk ook terugsnoeien wanneer je wil. Daarnaast, want je wou ook volgens mij echt een beetje een junglegevoel, kunnen we een bamboe toevoegen. Mensen bij bamboe schrikken ze vaak een beetje, want ze zijn bang voor dat het gaat woekeren. Maar je hebt een soort, dat heet Vergesia, die blijft best wel op zijn plek. Natuurlijk groeit hij wel harder, maar hij gaat niet door je hele tuin lopen. Hij komt niet tussen de stoeptegels uit. Dus ik dacht hier en daar dan een plukje met bamboe. En die kun je dan ook zien vanuit over de schutting. Want je zei volgens mij dat ik het wel leuk vond ook als de mensen die langslopen ook kunnen genieten van je tuin. Ja, ik denk dat die vaker onze tuin zien dan wij zelf vanuit het huis. Oh want het is eigenlijk belangrijk, want je zei al, je hebt eigenlijk 2 zichtlijnen. Hè? Je hebt hier zo'n raam. Ja. Dus daar is het belangrijk, denk ik, dat we veel groen plaatsen. Dat je het hele jaar door op groen kijkt. En je hebt hier achter een raampje. Dus dat is dan eigenlijk ook een zichtlijn. En je hebt al gezegd, dan zorgen we gewoon daar dat er een plant blijft die het hele jaar rond groen is. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben een niervaren. Varens zijn altijd dol op schaduw. En die hebben natuurlijk ook mooi van dat geveerde blad. En een niervaren kan in de schaduw op droge grond. En is het hele jaar door groen. We hebben nog een brunera. Brunera die bloeit heel mooi lichtblauw in het voorjaar. Het heet Cacaustis vergeetmenietje. En heeft voor de rest vaak een beetje blond blad. En we hebben dan een lierope. Dat is een siergrasje, die blijft best wel klein, maar die bloeit met mooie blauwe aren in het najaar. Is ook weer heel interessant voor de bijen. Dan in de winter wil je ook nog vaak wat leuks zien. En dan kunnen we helleborussen plaatsen. Helleborussen zijn kerstrozen, dus die bloeien dan rond januari, februari. Je hebt ze een beetje in het rood of in het wit, dan kan je nog zelf even nadenken wat je mooi vindt. En om eigenlijk de bodem nog mooi te bedekken tussen de tegels, kun je lieve vrouwen bedstro doen. Die heeft heel mooi ook een soort gevingerd blad met hele kleine witte schattige bloempjes die overal tussendoor gaat lopen, zodat de bodem mooi dicht is en je eigenlijk weinig onkruid krijgt. En de laatste voor een beetje kleur in de zomer is de geranium nodosum. Dat is eigenlijk een geranium die het in de schaduw goed doet en dan lila bloeit. Okay. Dus dan heb je straks een heel mooi dicht bed aan planten, waardoor je eigenlijk weinig onkruid hebt, maar het hele jaar door bijna groen is. En elk seizoen heb je dan ook nog eens wat kleur. Ja, leuk. Ja, ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Huh? Ik weet het niet. Even kijken. En dan had je volgens mij nog wat vragen ook over je achtertuin. Ja, het groeit heel erg goed. Ja, ik zie het. Beetje te vol nu. Het lastige van mijn vak en van een tuin is eigenlijk keuzes maken. Als we dus maar bepaalde oppervlakte hebben, moeten we dus gaan kiezen. Want anders inderdaad komen planten te krap te staan. En komen ze niet goed tussenrecht en kunnen ze eigenlijk niet volwassen worden. Dus je zal hier keuzes moeten maken en wat weg moeten halen als je wil dat eentje wat beter gaat groeien. Je kan hiermee aan de slag, denk ik. Iedere week hebben we een prachtig boeket uit de hortus op tafel staan. En ik heb even Robert uit de coulissen getrokken om te vertellen wat we nou deze week hier hebben liggen. Kijk, de herfstanemoon, daar weet ik inmiddels alles van. Precies, dat weten de mensen nu ook wel ondertussen. Ja, dus, maar wat hebben we nou voor de rest hier nog voor moois? Nou, 3 dingetjes. Een paar mooie bloemen voor in de tuin die nu in bloei staan. Hier bijvoorbeeld een Heidegium. Mooie plant uit de gemberfamilie. Heidegium densiflorum. En densiflorum, dat is dan Latijn voor bloemen die dicht op elkaar staan. Een Heidegium, weet je wat dat betekent? Ik gok gember. Nee, dat betekent zoete sneeuw. Oh, wauw. En dat is omdat, dit lijkt niet op sneeuw natuurlijk, maar de type soort van Heidegium die is wit. Ah, okay. En hij ruikt lekker. Okay. Ruik maar. Ja, ik probeer al heel lang om hem in mijn tuin te krijgen, maar hij is geen fan van mijn tuin. Het is in Nederland nog een beetje lastig wel met deze planten uit de gemberfamilie.
Maar, want het is een beetje koud natuurlijk. Maar als ze veel zon krijgen en als we die met die steeds warmer wordende winters, dan kom je een heel eind met de gembers. Dus bij ons in de hortus, daar staan ze en daar doen ze het eigenlijk prima. Volle zon zijn ze gek op. En dan wordt het echt mooi en ze ruiken ook lekker. En volgens mij ruik ik nog iets heel lekkers. Ja, precies. Dat ruik je nog veel sterker dan zo'n hedygium. En dat is deze. Ken je die? Ik denk een jasmijnachtig iets. Een jasmijnachtig iets is wel een goede woord ervoor inderdaad. Want het is een Toscaanse jasmijn. Ah. En dat is eigenlijk helemaal geen jasmijn. Oh. Dat is een, het is een trachylospermum. Oké. Jasminoides. En jasminoides betekent een beetje zoals een jasmijn. Jasmijnachtig. Lijkt op een jasmijn. Ja. En die zie je hier eigenlijk het meest, want die doet het hier goed in ons klimaat. En die ruikt natuurlijk heerlijk. Ruikt naar jasmijn. Lijkt op jasmijn, heeft dat mooie groene blad. Heerlijk. En dat is ook een hele dankbare plant om in de tuin te hebben. Prachtig. Want heel veel jasmijnsoorten die doen het toch ietsje minder in Nederland. Zo'n Toscaanse jasmijn binnen de kortste keren bedekt die een hele muur. Oké. En dat staat nu ook allemaal te bloeien. Ook een goede tuintip. En dan nog als derde. Hier een heel herkenbare, een begonia. Een begonia grandis, een grote begonia. En dat is de winterharde. Dat is degene die je altijd hier in de tuin ziet, want die overleeft onze winters en die staat nu ook mooi te bloeien. En daar heb je heel veel varianten van. De bloem, die is altijd een beetje dit, maar in verschillende kleuren heb je die. Dus je hebt hem ook in het roze en echt in het donkerroze. En dit is een mooie witte soort. En hij bloeit natuurlijk mooi, maar hij heeft ook gewoon dat mooie blad. Dat mooie blad wat zo rood van onder is, groen van boven. En dat asymmetrische aan dat blad is gewoon heel erg mooi. En dat is dus echt een winterharde. Want heel veel begonia's die overleven de Nederlandse winters niet. Maar de grandis wel. Die staat in onze kruidentuin staat die al 10 jaar. Wow. Dus die doet het daar prima. En dat is een mooie plant. Ook makkelijk te stekken. Want je kunt hem stekken van één enkel blad. Oké, dus we nemen zo meteen deze mee naar huis. En dan maken we er een leuk plantje precies, van. Precies, dan kun je eigen begonia oerwoud van maken. Oké. Nou, dat is dus een goede tip om bijvoorbeeld in je tuin te zetten als je een tegel weghaalt. Ja. Dus we gaan even naar het overzicht van het NK tegelwippen. En we zijn natuurlijk begonnen dit tegelwippen wedstrijdje tegen Haarlem. En nou vind ik zelf dat we het wel beter kunnen doen, want we staan op de 14e plek. Want in het begin stonden we volgens mij zelfs een keer op 1. Volgens mij begonnen we in ieder geval een stuk hoger dan 14. Ja. En Haarlem staat op de 55ste plaats. Dus ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat we dat wel hebben gewonnen. Ja. Maar we hebben nog tot 30 september. Dus heb je nog tegels die je kwijt wil? Bel de tegeltruck. Want we hebben een hele mooie service. Je mailt naar jaarvandetuin@leiden.nl. En de tegeltruck komt bij je langs om de tegels op te halen. Maak je even een afspraak voor via de mail. We hadden al iemand die zo lekker veel tegels uit de tuin is kwijtgeraakt. Dus je hoeft er niet zelf mee te zitten. Je kan gewoon door ons laten ophalen. En dan zet je er dus een mooie herfstanemoon in of zo'n leuke begonia. Deze week een hoop tips gehad, denk ik, wat je er allemaal mee kan. Dus nog even doorzetten voor 30 september, alle tegels eruit. Nou, dat was hem voor deze week. Volgende week ben jij er weer, Robert. Ja, dan ben ik er weer. Ja. En dan hebben we een hele spiksplinternieuwe aflevering voor jullie. Dus tot volgende week.